Hallo kijkers van Shine Sprites, het is tijd voor de volgende aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatarlog met Jordi van de Subpar Guys. Hola. Hola. Ik moet gewoon voorbereiden en gewoon dingen gewoon opzoeken. Oké, hoe zeg je goedemorgen of goede avond in andere talen? Ja, een soort team van maken in de opnames. Hey man, ook niet. Maar toch even, heel veel mensen spreken Spaans en hola. Ik kan gewoon zeggen van ja, het is een ander land. Ja. Ik heb Spaans op school gehad. Ik wil het ooit leren. Mm-hmm. Maar... Ja, ik was er niet zo goed in, maar ik heb het wel op school gehad. Toegeven, mijn vakgebied is nu langzaam zeker meer belangrijk om Indisch te leren dan Spaans. Oh. Veel Indische mensen in jouw vakgebied, zeg maar? Nou, heel vaak huren mensen, want het gaat om echt grote IT-projecten, huren ze Indiërs in. Ja, ik weet niet of het correct is om te zeggen Indianen of Indiërs. Volgens mij is Indiërs volgens mij. Nee, want een Indiaan is iemand uit, hoe heet het, Native America, hè? Nee, dus, precies. Ja. Maar ja, technisch gezien komen ze wel van India, dus ja. Ja. Maar alsnog, nee, meer dan deel van de tijd neemt ze een Indiërs in. En dan is het toch zo van, ja, het is misschien toch handig om Indisch te leren dan bijvoorbeeld Spaans. Ja, maar, precies, ja. Maar net zoals dat je bijvoorbeeld met een paar internationale studenten zit. En je zit met, laat ik het zo zeggen. Je zit met een groepje van 6 mensen. 3 daarvan zijn buitenlands. En 2 andere daarvan zijn Nederlands. Ja, je slipt toch soms het Nederlands in. En dat hebben die andere mensen ook. En hebben Indiërs ook. Die slippen dan toch net even weer het Indisch is in. En het is dan toch handig als je een beetje kan verstaan. Ja, precies. Oh, bol. Hoe goed kan je de vragen? Soms best wel duidelijk welke je moet hebben. En zo niet, dan vraag ik het gewoon aan jou. Maar ik denk dat dat echt niet zo moeilijk is. Nee, de meeste zijn niet moeilijk en sommige zijn ook gewoon flauw. Ja, zodat je 16 jaar moet zeggen in plaats van 70 of zo. Wat was het ook alweer? 88. Ja. Yeah. Ja, en sommige, zoals bijvoorbeeld de beginvraag, wat is de Fairy Types weakness? Poison of Steel? Ja. Ja, waar is optie 3? Waar is het foute antwoord? Ja. Maar ja, meneer de Dragon Type user, hoe ga jij deze gym doen? Easy. Ik heb gewoon Skunk Tank en dan al Poison Spam en dat is het. Fair enough. Nee. Hoe ga jij de gym doen? Ik denk Bronzong. En dan Gyro Ball, maar Gyro Ball deed niks. Dus ik denk wel, weet je wat, dan doen we maar gewoon Heavy Slam. Oké. En ja, ik heb nog... Want meerdere van de Fairy Types zijn ook Psychics. Wat opeens... Fairy Psychic is opeens sinds voor mij Gen... Nou, eigenlijk deze Gen. De nieuwe Water Ground. Oorspronkelijk was het nog origineel met alleen maar Gardevoir. Ja, maar nu... En alleen deze heb je er 3 bij. Dat is Heptaline, Angular en Rapidash. Ja. Dus ja, beetje raar is dat ze opeens zo populair hebben gemaakt. Ja, waarschijnlijk een type die graag gebruikt wordt of zo. Ik weet het ook niet. Nou ja. Hey, ik heb jou eigenlijk nooit gevraagd waarom. Je hebt natuurlijk nu het kanaal The Subpar Guys, hè? Ja. Waarom heb je niet, zeg maar, de naam van PRHD veranderd naar The Subpar Guys en daarop verder gegaan met de abonnees die je had? Schone lei beginnen. Oké. Want, en dat weet je waarschijnlijk zelf ook heel goed. Als jij een bepaalde project hebt gedaan of mensen stoppen met kijken, dus je hebt een heleboel inactieve subs. Dan is het beter om te zeggen, we beginnen met een schone lei, dan verder gaan we met wat je had. Want dan ga je toch altijd terugkijken en dan zit je toch altijd van, oké, moet ik deze video's niet een keer weghalen? Of wat doe ik hier nou precies mee? Dus de grootste reden was gewoon een schone lei. Was het Annette of Annetta? Dan ga ik zo... Annette. Annette, oké. Nee, maar oké, ja, ik snap het wel. Kijk, ik ben, daar ben ik gewoon niet... nog net niet te serieus mee met YouTube mee bezig, zeg maar. Ik kijk ook helemaal nooit naar... Ik vind het leuk als een video, zeg maar, veel bekeken wordt. Maar ik ben er eigenlijk niet echt mee bezig. Klopt. Maar ja, dat is waarschijnlijk de reden waarom jullie vanuit Justice Pac-Mantis naar Shine Sprites zijn gegaan. En niet
een nieuw kanaal zijn begonnen. Ja. Nee. Nee, bij ons is het gewoon van, we hadden ook afgesproken, hoofdstuk is geweest, het is goed zo, klaar. Oké, ja, nou, dat is toch gewoon prima. Als dat voor jullie werkt, dan is dat prima. Kijk, het kanaal blijft nog gewoon steeds bestaan. Je kan nog steeds de video's opkijken. Want ik kan ook gewoon niet met op mijn hart strijken van, ik verwijder de video's, dat doe ik ook niet. Nee, precies. Dat is ook gewoon een flinke zonde, want ik heb gewoon even voor de lol gekeken vandaag. Er staan wel meer dan 4500 video's erop. Dus, nou ja, laten we even een simpele berekening doen. Stel nou, iedere video is gemiddeld gezien, nou, we laten het leuk nemen, 20 minuten lang. Ja. Nou, 20 minuten, 4500, 4400, 4600, laat ik even naar een goed getal gaan, zodat ik even goed kan rekenen. Maar ik ben ook even hierop aan het letten, dus. Ja. Wat ik zeker moet doen, want anders verlies ik zo meteen nog mijn bronzong, maar dat was een crit. Laten we zeggen, voor het gemak, ja, goede 100, 110 uur staat erop. Misschien wel meer, maar ja. Oh, ik heb per ongeluk te hard weggedrukt bij de vraag wat zij voor ontbijt eet. Nou, dat was gewoon omelet, want laten we even zijn. Jij bent zelf geen fan van curry, maar als jij curry in de ochtend krijgt, dan zit je ook zo van, doe alsjeblieft dat ding weg. Ja, ik drukte te snel door. Ik snap jouw keuze ook echt wel, hoor. Ik snap het zeker. Maar ik heb ook wel eens dat ik, zal ik een serie verwijderen, gewoon omdat die eigenlijk niet bekeken wordt. En ik heb ook nog wel eens van, stel, mocht ik ooit bekend worden voor iets anders, zeg maar. Er gebeurt iets, weet ik veel. Ik red iemand uit de sloot en ik word daardoor beroemd, weet ik veel. Ja. Kijk, ik ben niet zo heel erg bang voor de dingen die ik heb gezegd. Alleen, er zijn wel dingen die Justin zegt, zeg maar, die gewoon niet door de beugel kunnen, zeg maar. En dan word ik daarmee geassocieerd, zeg maar. En dat is ook niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Want tegenwoordig, alles wat je vroeger ooit een keer hebt gezegd, dat wordt tegen je gebruikt, zeg maar. Nee, klopt. En dat is ook het grootste probleem ook. Want sommige recordings zijn ook gewoon van, en dan zegt hij ook letterlijk tegen mij, hey Johnny, mag ik dit eruit editen? Ja. Want ik vind dat dit eigenlijk niet kan. En dus ik zo van, ja, ik snap wel. En het begint met de jaren ook gewoon steeds erger te worden. Want ik weet nog wel, in de oorspronkelijke Generations, dat hebben we over 2013. Nou ja, toen werd er nog een stuk kapot of gescholden. En er werden ook gewoon dingen gezegd waarvan je denkt van, ja, dat kan nou echt niet meer door de beugel. Nee. Dus. Nee, precies. Ja, en dat is bij ons ook. En dat is en Justin die heeft dat net even wat meer dan ik. En ik heb ook echt wel een keer wat gezegd wat niet helemaal door de beugel kan, hoor. Maar ja, Justin heeft dat net iets meer dan dat ik het heb. Ja, en het is ook zo van, als je het in bijvoorbeeld één video doet van de 2000... Ja, dan ben je al meteen het zaadje, zeg maar. Ja, maar ik heb nog maar 2 Venoshocks. Daar zit ik daar ook zo in van, mensen gaan echt niet die ene video vinden in die 2000. De kans daarvoor is te klein. Nee, maar, als je het... nee, maar ja, stel je hoort een keer, dan gaan mensen op zoek, hè. Je hoort het tegenwoordig, zijn mensen zo heftig. Klopt. Daar ben ik ook. Weet jij wat de eerste Pokémon van Opal gaat zijn? Als ik het goed zeg, volgens mij is het een Mawile. Oké, dus dan doet vuur ook super effect. Ja. Maar ik zou voor je zeker nog even checken. Ik weet dat ze een Mawile heeft. Nee, het eerste heeft is een Weezing. Oké. Want ik heb nog maar 2 Venoshocks. Dus dat is een beetje het probleem. En ik heb geen PP healers. Oké. Wat zal ik voor Weezing gebruiken dan? Nou, het is Poison Fairy. Dus Ground Psychic. Je kan ook steel gebruiken als je dat nog hebt. Nee, ik heb geen steel, maar ik heb wel ground. Of is dat geen ground? Nee, dat is rock. Kut. Oh, ik heb dinges. Dit, hoe heet die? Diggersby, die is ground. Dus die kan ik gebruiken. Maar heeft hij geen levitate dan? Als ik het goed heb, ze hebben de meest...
Nou ja, dat is een beetje nadeel van deze, want die kan ik niet zeker weten. Die heeft left date. Oh, oké. Net dus... op tijd. Oké, shit. Wat ga ik nou doen dan? Ja, goede vraag. Ik ga... was je nog aan het voorbereiden? Nou, ik sta al in het gangetje, maar ik moet even weten met wie ik ga beginnen. Het is irritant dat ik nog maar twee Venoshocks heb. Ja, nou, Venoshock heb je sowieso niks aan tegen Weezing. Nee. Heb je een hard hitter? Dus eentje met een gigantisch hoge attack of special attack stat? Even kijken. Ik heb een 99 attack lasagne. Oké. Crystal. Heeft hij bijvoorbeeld iets als een rock slide? Stone Edge? Kan je op zich daar wel mee beginnen, want het is bug rock. En over het algemeen... moet er geen probleem zijn. Oké. Dan lopen we gewoon naar binnen, gaan we zien. Want Ferry is ook voor mij geen goede matchup. Nou, misschien dat jij dan een keer een Pokémon verliest, want dat gebeurt ook nooit. Dat is niet waar, het is één keer gebeurd. Ja, die Rookidee, ja. Ja, het is gewoon zonde dat ik helemaal blackout ging bij Kabu, anders had ik er ook maar twee gehad. Maar nu heb ik er 8, omdat ik al mijn Pokémon's verloor. Mm-hmm. En toen had ik eenmaal Krussel en toen killde ik alles easy. Oké, Opal. Hallo, Weezing. Nee, en voor mij... Ik vind het soms ook nog leuk om gewoon terug te kijken naar oude video's. Ja, dat heb ik ook wel. En dan echt die oude video's die een keer bij elkaar zijn opgenomen. Mhm. Oeh, Fairy Wind. Oké, het doet niet zo veel damage. Nou, dat was de Weezing. Oké, met Rockslide... Oh, een question. Do you know my nickname? Wizard? Ja. Ik dacht dat die vragen veel makkelijker waren. Ik had volgens mij maar eentje fout en dat was die leeftijd. Omdat ik dacht van ja, ik moet student worden. Ja, die is heel flauw. Ja. Die is ook echt heel flauw. Mijn andere flauw is, wat is mijn favoriete kleur? Roze of paars? Ja, toen had ik paars gekozen. Ja, want je gaat op zich vanuit van het is roze. Maar nee, ja, het is daarom. Maar ik dacht van ja, dit is sowieso een instinker. Dat dacht ik toen al. Ja. Die had ik toen goed voorspeld, zeg maar. Oké, de Weezing is dood. De Dimsdale Dimmadome. Ja. Jij hebt toch die Weezing ook? Ja, die Weezing heb ik ook, ja. Togekiss is ook flying, toch? Togekiss is flying, ja. Is very flying. Hij is heel erg flying. Snap je, Fairy? Hij is meer flying dan Togetic. Ja. Oh, dan heb ik nog een vraag, hè. Waar komt de naam Dark Lifer Fool vandaan? Oh, jezus. Weet je wat? Die hou je van mij te goed. Oké. Dat is geen vraag waar ik op inga terwijl we met de gym battle bezig zijn. Oké. Want dat wordt geheid een wipeout. Oeh, Ancient Power. Ah, het valt mee. Het is wel super effective, maar zoveel damage deed hij gelukkig niet. Oké, de Togekiss is ook dood. Nice. Ik heb nu waarschijnlijk net een Mawile. Ja, ik heb nu net een Mawile dood, dus nu moet ik waarschijnlijk tegen de Togekiss. Ja, dat is het nadeel van de Mawile, heeft Intimidate. En wat gebruik ik dan? Ingredient met Physical Attacks. Ja. Kan niet even voor andere opties. Oké, een Togekiss. Weet je wat? Noem gewoon de stand. We doen hetgene wat werkt. Wat is haar ace ook alweer? Wat is haar ace? Creamy. Oh ja, Gigantamax, die taart. Oh, creamy. Ja. Doe me een heavy slam. Ik hoop zo niet dat ik geflinchext word. Nee, mooi. Oké, de Mawile is ook dood. Ik hoef alleen El Creamy nog. Bij mij is de Togekiss is ook dood. En hij heeft El Creamy, ja. Die heb jij ook al. Jij hebt echt gewoon hetzelfde team gedaan. Het is Ferry, hè? Dus... Mm-hmm. Kijk, het enige wat ik van haar team mis zijn twee dingen. Eén, een Togekiss. Ja. Op zich zou ik die prima willen hebben, maar dat is echt een Raidmon.
Ja. Nou ja, en op zoek gaan in een raid mons terwijl je aan het recorden bent, kan ik je nu beloven, dat komt niet goed. In. Nee. Want al dat gehandels met de datums en al die dingen, nee bedankt. De andere die, ja, Alcremie heb ik zelf al. Het is ook precies dezelfde Alcremie. Dus roze met strawberry. Ja. Die heb ik al een Galarian Weezing heb ik al. Een Galarian Weezing is wel fun. Maar mijn Wile, nee. Dan pak ik of liever een Steel type of liever een andere Fairy type. Ja, snap ik. Oké, Skunk Tank, maak haar helemaal kapot. Ik zou Alcremie wel een keer willen gebruiken in een team. Nou ja, wat ik ervan heb gemerkt toen ik haar heel kort gebruikte. Ze is heel goed om special hits te taken. Oké. Okay. Maar is echt meer een dubbelsmon. Ja, echt een defensive, zeg maar. Ja, maar ook bijvoorbeeld de move die zij heeft. Mm-hmm. Decorate, boost de attack. Ik ben nog teleurgesteld in hoeveel damage ik doe. Oh, maar mijn special attack roze wel. Dat is wel heel nice. Ja, ik kan voor de verandering ook aan die one-shotten. G-Max finale. Wat is dat? Oh, dit doet nog best wel wat damage. Daar, dat is de zijn... Ja, oh, dat hield ook nog wat. Een vieze bitch. Hield alles aan haar party. Wat? Ja, nu heeft ze in de verder niks meer in de party, maar dan nog. Nee, klopt. Het is op zich een goede Pokémon te gebruiken in het midden van een fight. Dus je hebt er wat zwakke Pokémons en dan G-Max Finale. Maar ja. Je gaat er niet voor G-Max Alcremie. Ja, ik heb echt of geluk. Hoe heet het? Als zij G-Max Finale doet, dan krijgt ze natuurlijk elke keer levens erbij. Alleen omdat ik met Max Ooze elke keer Special Attack Boost krijg, gaat zij wel dood zo. Ja, bij mij had ze de pech dat zij als eerste moest. Dus ze kon niet heel veel damage terughealen. Nee. Oh, nu krijg ik een question. Shit. Oh, hoe oud ben ik? Oké, 16. 16. Totaal gelogen, maar oké. Ja. Special attack is nu, denk ik... Oh shit, daar heb ik niet over nagedacht. Oh, wat? Ja, ik heb geen Max Ooze meer. Darkness doet geen effect. Max Flare wel? Dat doet wel Max gewoon Flare effect, wel. Toch? Ja. Ja, dat doe ik Max Flare wel. In special stats is waarschijnlijk gebufft tot all hell, dus... Ja, hij is dood. Oké, geen casualties. Kom nog wel. Hey. Hij voor ons beide. Volgende is ijs. Ja, ik heb wel Ninetales. Dus met Ninetales kan ik heel eind komen, denk ik. Ja, mijn team was... enige wat ik zo meteen heb tegen ijs is Bronzong. Ik gooi zo meteen weer een bel tegenaan. Ja. Met deze gym gooide ik een bel tegenaan. De volgende gym moet ook gewoon een bel tegenaan gooien. Ja, oké, okay, Opal is verslagen. Hier heb je een bel. Succes. Wil het een beetje lukken tegen die Alcremie bij jou? Ja, want ik kon hem niet one-shotten, maar ik had hem wel kunnen killen. Met twee. Oh, die bent ook al klaar. Oké, netjes. Dan denk ik dat we nog wat kleine stukjes gaan doen in Hammerlock. Waarin B-Day de opvolger wordt van Opal. Yeah. Oeh, Draining Kiss krijg ik. Ik vind het zo mooi. Je hebt zo'n klein papiertje daar in de gym. Waar je ook de geschiedenis kan leren van Sonja en Leon. Hoe hebben we gedaan. En Leon was zo van... Ja, hartstikke mooi, heel sterk. Maar er zat totaal geen directie in die gozer. Nou ja, Leon. Totaal verdwaald. Zelfs op een rechtstuk. Ja. Yeah. Dus oké, directie. Hahaha, goeie grap. En Sonja was zo van... Ja, nee, daar ga ik niet aan zitten. Want die wordt waarschijnlijk een professor. Nou ja. Oh, en Opal neemt je mee naar Hammerlock. Easy. Kijk, dat scheelt ook weer tijd. Nou ja. Het is handig. Maar met Fly, et cetera. Ja, gelukkig hebben ze dat in de nieuwere games wel makkelijk accessible gemaakt. Fly en zo. Klopt. En het is ook zo van, het is niet meer zo erg als vroeger waar het zo was van... Ja, welkom in Loveridge Town. Goed zo, je hebt Flannery verslagen.
breng me nu naar Rome. Loop maar terug. Of loop maar terug, ja. Ja, dat hebben ze toch wel ook weer aangepast in Omega en Alpha. Ja. Dan kan je volgens mij daarheen... teleporteren is niet het goede woord, maar gewoon dat je daarheen meegaat, ja. Ja. Nee, en dat is dat. Je soort eigenlijk. Kijk, in Let's Go vind ik het wel mooi, want dan zegt ze letterlijk van... Hey, ik breng je even naar die plek toe met die aid die je Flash geeft. Ja. Yeah. Oké, want dan heb je nog geen Fly. Handig. Mm-hmm. En dan komt volgens mij of Misty of iemand anders eraan van... Hey, laat ik je weer terugbrengen naar Cerulean met dat kutboompje. Weet je wat? Opnieuw. Yeah. Prima. Ik kan zeggen nee. Ik kan hem ook naartoe brengen. Top. Ja, precies. En dan vind ik het wel mooi, want ja, je krijgt al letterlijk voor de eerste gym krijg je al Fly. Mm-hmm. Nou ja. Even kijken. Heb ik nog veel money? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. No money. Maar hey, wel goed nieuws. We kunnen nu ultraballs halen. Oké. Okay. En hyper potions. Eeuw. Allemaal mooi. Nee, ronde getallen hier. Here we go. Dankjewel. Here we go. Here we go. Oh ja, deze plek. Even kijken, wat is praktisch? Ik denk dit. Je weet dat Hemlock 3 Pokémon centers heeft? Ja, dat weet ik. En de meeste rechten geeft je wat extra TM's. Oké. Okay. Voornamelijk Mega Punch, Mega Kick, ook de Fangs. En dan Terrains. Okay. En ik weet dat volgende gym moet ijs, dus weet je wat? Ik haal even Fire Fang. Slim, slim. Ja, ik heb 2 Pokémon's die vuuraanval kunnen, dus... Ja. Dat komt goed uit. Ik wacht nog wel heel even op je. Dan doen we nog de hopfight. Ja, ik sta nu bij Sonja. Ja, ik wacht nog wel even. Ben je al wel bij Sonja geweest? Mm-hmm. Kaboom! Ik was ook iets eerder klaar met Opel. Mm. Ondertussen ga ik dan wel even de spullen opzoeken. Voor jou. Voor de volgende route. Ook al denk ik niet dat we aan toe komen, maar zoals voor de volgende keer. Kunnen we tenminste alvast kijken van, hey... Voor de volgende aflevering bedoel je? Precies, kan ik alvast kijken van, hey, is er nog iets anders? Mm-hmm. Ja, en ik moet nu al huilen. Nee. Ja, het is een mooie glimp in de toekomst, maar... Karrablast en Shelmet. Ja, die mogen we allebei vangen. Ja. Ik weet niet of ik hem wil. Nee, ik weet het. Ik denk het eigenlijk niet dat ik het in ieder geval niet ga gebruiken. En ruilen kan toch niet met deze save-file van mij. Dus dan heeft het eigenlijk geen zin om die beesten te vangen. Want nee. ik vind het idee leuk van een Karrablast en een Shelmet. Van, je moet ze tegen elkaar gaan ruilen. Want dan steelt de Karrablast het schild van de Shelmet. En de Shelmet is dan naakt. En wordt dan een Excalibur. En dan wordt een Escavalier. Ja. Hé, waarom rent die bitch nou weg? Daarom. Hoe dus dat? Dan? Ja, en dan heb jij 2 accounts en ik voor 1 account de volgende keer. Oké. Orette. Even kijken. Hier hebben we... Hoppoe. Oké, laten we even vechten, Hop. Laat me je weer eens afmaken. Oh, in het station? Dan gaat hij je eerst nog vertellen van... Zie je zo meteen op de brug. Hij is op de brug nu. Oké, dan... Ik sta nu bij hem, bij de brug. Oké, let's go. Hallo, Hop. Hoppedepoppedepop. Rot toch alsjeblieft een keer een eind. Ho. Kom op, hoeveelste keer is dat wij tegen Hop vechten nu? Ja, 100ste keer. Kijk. De hopperdste keer. Dat Hop nu een Trevenant gebruikt, oké, top. Mhm. Maar voor de rest, ja. Hoe hij doet Confuse Ray. Ik was niet vergeten dat Trevenant zijn eerste was. Ik dacht Trevenant zijn tweede of derde was. Oké. Waarom doe je Confuse Ray? Omdat hij dood wil, denk ik.
Oeh, Trevenant is gewoon niet in één keer dood. Dat een bitch. Nee, Trevenant is aardig bulky. En hij heeft ook Horn Leech, dus hij kan ook weer healen. Kom op, raak. Ja, nice. Oké, okay, Trevenant is dood. Ja, even kijken. Hij heeft een Trevenant, hij heeft een Snorlax. Hij heeft volgens mij nu al een Pinchurchin, maar dat weet ik niet zeker. Even kijken, Snorlax. Hij heeft een Corviknight en dan een... Dat is een starter. Oh ja, ze starten, ja. Maar dat vind ik ook zo raar aan deze game, dat je hier zeg maar de zwakkere starter hebt van jouw starter. Deze is ook een Cinnamon. Ja, maar dat vind ik echt raar. Nou ja, het idee is, het is een friendly rival. Dus... Ja, onzin. Ja. Nee, ik vind Black and White vind ik dan een betere manier ervan doen. Dat je twee rivals hebt. Ja, dat de serieuze degene neemt die sterk tegen is. En wat meer ja, vriendelijke zegt van, hey, weet je wat, ik mag jou hier. Nee, ik neem voor de zwakkere. Ja. Want die komt ook onervaren over en je zou toch denken dat Hop, de kleine broertje van de champion, ja, toch iets meer erin zo zit van, hey, weet je wat, ik weet hoe alles werkt, ik pak de sterkere. En ja. Dat de champion met zoveel ervaring pakt, weet je wat, dan pak ik de zwakkere. Om ja. te laten zien van, hey, ik weet hoe ik gebruik moet maken van, nou ja, een nadeel. Ja, precies. Ik snap waar je naartoe wil. Die Snorlax is pittig lastig. Dat wil ik even zeggen. Snorlax, bulky, hè. En daarom is nog steeds een van de meest gebruikte Pokémon's bijna iedere run. Mhm. Nee, dat is van Gen 4, want dan moet je met de Munchlax doen. En fuck Gen 4 Munchlax. Oh, Honeytrees. Wat een ondingen zijn het toch. Yup. Oh, hij heeft een Boltund. Dat was hem. Oh, je hebt Crunch. Daar ben ik niet blij mee. Daar ben ik totaal niet blij mee. Nee, dus bij jou helemaal pittig. Maar jij hebt de Snorlax al verslagen, begrijp ik daaruit? Nee, jij begon met de Cinderace en ik ben mijn Go-Net kwijt. Oh nee! Crunch. Dat is kut. Dat is ook net het enige waar ik dus niet echt een oplossing voor had. En weet je wat dan het ergste is? De Go-Net had nog een Eviolite. Dus hij was nog gebufft in zijn defense. Oh, ook nog. En het was nog niet eens een crit. Nou, hey, je hebt je wens. Yeah, nee. Ik vind het blijft gewoon lullig vindt voor je natuurlijk. Dus ik ben heel eerlijk. Ik vind het jammer, maar weet je wat? Het zij zo. Ja. Ik ga er wel een reparatie doen tussen deze part en de volgende part. Ja, oké. Okay. Want ik heb hem misschien al vervangen in mijn hoofd. Oh, netjes. Nu ben ik alleen wel mijn fighting Pokémon kwijt. Ik weet, ja, hij is Count Ghost, maar hij kon ook fighting moves leren. En daarvoor gebruikte hij hem ook voornamelijk. Mm-hmm. Pokémon... Moest jij niet tegen een Heatmore? Het kan zomaar eens zijn dat ik dat zometeen tegen een Heatmore moet vechten. Mm. Hey, ik doe bij mij een compleet andere volgorde. Ik denk dat jij nog eens de starter en de Boltund hebt verslagen. Ja, klopt. Ik moet nu nog tegen de Boltund, daarna nog tegen zijn starter. Oh ja, hij heeft Crunch, ik zie het. Ja. Zo, die doet veel schade, holy shit. Ja, en dan was ik vergeten. Boltund heeft Strong Jaw. Dus hij boost de attack van Fang Moves. Ja. En dat is een beetje het vervelende, je weet nooit welke abilities de opponent kan hebben. Tenzij het duidelijk in beeld is van, hij heeft Levitate. Ja, of Intimidate. Ja. Oké,
Fuck it, het is waarschijnlijk heat more of niet. Ja, dat is heat more. Nou ja, met één ben ik wel blij. Het is niet mijn bronzen hoe die doodging. Als mijn bronzen ook dood ging, dan had ik wel een beetje een probleem voor zometeen. Yep. Oké, okay, zou die met Quick Attack dood zijn? Ah, oh, dit is een gok van mijn leven. En dat was mijn hop. Yeah. Hopper de popper de pop. Ik ga niet meer zeggen, want het heeft me dus ook gekild. Ja. Oké, okay, ik moet alleen de Rillaboom nog, maar daar heb ik een Ninetales voor. Dus. Daar ben ik niet al te bang voor. Nee. Ah ja, ik kan gewoon mijn ding droppen hierin. Oké. Nou, het is jammer, Golett, maar je gaat de box in. Oh, ik critte hem dood, nice. Oh ja, Sobble was mijn start. Ik dacht van, wat is ook mijn starter? Nee. Ja. Goed, ik heb hop verslagen. Nice. Dan zal ik deze aflevering beëindigen. Ja. Mensen bedankt voor... Mensen, sorry? Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal, maar ook niet op de Subpar Guys, het kanaal van Jordi. En dan zie ik je heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.